Goedemorgen jongens en welkom in de video van vandaag. Nou, vandaag ga ik jullie alles laten zien wat ik eet. Het is echt zo lang geleden dat ik zo'n video heb gemaakt. Toen ik net begon met mijn YouTube kanaal maakte ik best regelmatig dat soort video's. Nu heb ik het echt denk ik al een half jaar of zo niet gedaan. Ja, en ik eet niet per se extreem gezond of super super creatief of zo. Maar ik vind het altijd zelf heel leuk om dit soort video's te kijken en ja, ik ga jullie gewoon laten zien wat ik eet. Ik heb net dus ontbijt gemaakt en dat zijn bananenpannenkoekjes met havermout. Ik zal het recept ook wel even uittypen en hieronder in de description box zetten. Dan kun je daar een screenshot van maken als je het zelf ook wil maken. En als je ze maakt, het is super super lekker om er blauwe bessen in te doen. En die moet je dan niet mee blenderen of pureren. Die doe je er dan daarna pas in en roer je ze door. En dat echt amazing. Maar we hadden geen blueberries vandaag, dus dan doen we het even zo. Oh ja, en je kan ze ook maken zonder bakpoeder. Maar dan worden ze wat steviger en minder luchtig. En ik vind ze zo met bakpoeder wel echt een stuk lekkerder. Nou, even nog een korte update voor de mensen die mijn video's vaker kijken. Het gaat een stuk beter met mij dan het in mijn laatste video ging. Werk en alles is gewoon weer wat stabieler geworden en wat kalmer allemaal. Dus dat is echt super fijn. Ik ga zo eerst even de tofu die we vanavond gaan eten marineren. Dan kan dat nog de hele dag staan. Nou, ik wilde aan de tofu beginnen, maar de boodschappen kwamen er nog even tussendoor. Dus ik dacht, nou, als het in deze video toch over eten gaat, kan ik gelijk even de boodschappen laten zien. Het is niet super veel, want we proberen een beetje de vriezer leeg te eten, want die zit echt super vol. Dus ja, daarom had ik wat minder boodschappen nodig. Ik heb twee soorten vegavlees voor deze week. De filetlapjes en kipstukjes. Allebei super lekker. Dan een beetje crème fraîche, kaas, magere kwark, crackers en boter. Cafeïnevrije koffiebonen. Jeroen die drinkt best wel veel koffie, maar tegenwoordig alleen nog maar cafeïnevrij. Dus dat vind ik best wel goed van hem. Dan twee pakken melk en een pak Vivit. Druiven, bananen, kappertjes, gember, tomaat en champignonnetjes. Citroen, had ik dat al gezegd? I don't know. En een zakje snoepjes. Kombucha en chips. En dan nog een guacamole, Italiaanse kruiden en dan nog afwasmiddel en wc-papier. En dat is het eigenlijk allemaal voor deze week. We hadden echt helemaal niet zoveel nodig. Oké, het marineren van de tofu. Ik heb hier de tofu in zitten en dit heb ik onder water gezet, ingevroren en nu is het weer ontdooid. Dat maakt dat de structuur van de tofu meer marinade op kan nemen. En dan wordt het echt veel lekkerder van. Dus die ga ik even afgieten. En dan ga ik het helemaal uitknijpen dat al het vocht eruit is. Of niet alles, zoveel mogelijk.
Nou, nu laat ik dit gewoon staan totdat we vanavond gaan eten. En af en toe hussel ik het nog even om. Nou, en nu was ik dus een beetje meer de mediterraanse kant op gegaan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook heel goed meer paprika poeder, curry, kurkuma, die kant op gaan, zeg maar. Of gemberpoeder is er ook super lekker in. En ik heb dus niet echt een recept van hoe ik dit doe. Maar deze was net nog helemaal vol. Dus ik denk dat ik iets van 75 milliliter sojasaus. En dit is dan wel de verse met minder zout. En dan dus een halve citroen, citroensap daarvan. Ja, en kruiden, dat is gewoon echt een beetje naar smaak. Dat is net wat je lekker vindt. Oké, het is al bijna weer 12 uur. Dus de hoogste tijd om deels te maken. Ik heb nog een soepje van gisteren over. En dit is een tomaat-pompoensoep. En ik heb er wel een recept voor. Dat recept is voor tomaat-pastinaaksoep. Alleen in plaats van pastinaak heb ik dus pompoenblokjes gebruikt. En ik zal dat recept even linken hier beneden. Dus die ga ik even opwarmen. En we hebben ook nog stokbroodje van gisteren over. Dus die ga ik even in de oven doen. Oké, het is even tijd voor een snackie. We doen even wat druiven en een kombucha. Nou, het is vet lekker weer, dus dan moeten we natuurlijk ook even een ijsje eten. En deze citroenijsjes zijn echt super, super lekker. Dat staafje waar ze op zitten is van drop gemaakt. Die is iets minder lekker, maar al met al is het wel echt een heel chill ijsje. Oké, ik heb even een andere broek aan, want het is echt zulk lekker weer vandaag. Ik ga nu even de wraps maken. Ik heb dus de tofu, die heeft de hele dag staan marineren. En dan heb ik 2 zakjes groenten uit de vriezer. Die waren allebei van Too Good To Go. Een Thaise wokgroente en gewoon sperzenbontjes. Dus dan ga ik even de tofu bakken en de groenten roerbakken. En dan doe ik er even een beetje groene pesto doorheen voor wat meer smaak en wat kruiden. En dan wraps erbij. Bietenwraps hebben we deze keer. Ja. En dat is het eten. Lekker snel klaar. En dan kunnen we zo uit het vuistje eten buiten. Dat is super chill. Ik heb ook niet zo zin om heel lang in de keuken te staan namelijk. Wij hebben net nog even super chill een ijsje gegeten in het dorp hier. Dat was echt heel relaxed. En nu is Jeroen even Aukje weg aan het brengen. Mijn zusje was hier. Nou, dan ga ik de video hier afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat het misschien wat nieuwe ideeën heeft geïnspireerd. Of ja, dat het gewoon vermakelijk en leuk was om naar te kijken. En dan zie ik jullie in een volgende video. Bye!